Nou, we staan hier bij twee dames die alles weten te vertellen over de Lambertskerk die 150 jaar bestaat. Want mevrouw, hoe hebt u het hier ervaren in de tijd dat u hier geweest bent? Ik kom uit Twente zelf. Ik ben bijna hier 50 jaar parochiaan. En we waren gewoon kerkbetrokken. En je kreeg kinderen en die worden hier gedoopt. En die kinderen doen de eerste communie en daar ga je mee aan de slag. Daar werd hulp bij gevraagd. Dus vanaf dat mijn kinderen de communie deden, ben ik bezig met het werk voor de kerk. En is het nu anders, als waar u vandaan komt, als hier in Brabant, de kerk? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind wel dat in latere tijden de vrijwilligers er veel meer bij betrokken werden. Bij ons in de kerk daar had je de pastoor, de kaplaan en misschien nog wel een kaplaan. En die deden het allemaal. Maar hier werd hulp gevraagd. Was ook met pastor Jansen, chef Jansen. Die had ontzettend graag dat moeders, vaders, dat iedereen zich met hun kind ging bemoeien. Want ik heb toen in het begin ook gezegd van, ik vind de eerste voorbereiding van de communie, dat hoort in school. Nee, dat hoorde niet in de school. Dat was een taak voor de ouders zelf. En als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk ook zo. Ja. Hoe vindt u dat het nu gaat? Want de kerken lopen allemaal wel leeg, hè, de meeste. Dat is heel verdrietig. En ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Ik vind dat mensen ook afhaken en ze eigenlijk niet meer weten hoe fijn het, hoe goed het kan zijn in de kerk. Als je er echt bij betrokken blijft, ik wil het niet missen. U mevrouw, want u bent van alle vrijwilligers, zeg maar bijna. Wat was uw functie hier? Wij zitten samen in de dagelijkse leiding van de Lambertusparochie. Met zes mensen hebben wij gewoon de dagelijkse leiding. In onze parochie, alleen de gemeenschap van de Lambertusparochie, zijn 400 vrijwilligers die 800 taken vervullen. Dat wil zeggen dat we op de pastorie elke dag bij de koffie een stuk of 10 mensen hebben. Elke dag is het hier een druk bedrijf, wat niemand verwacht achter die deuren. Het is natuurlijk heel mooi het vieren in de kerk in het weekend, maar door de week zijn er ontiegelijk veel mensen actief die zich voor alles en nog wat inzetten. Voor de arme mens, voor de zieken, maar ook voor de jongeren, voor de kinderen, voor de communie, voor de doop, voor huwelijksvoorbereiding. Nou, je wordt er blij van als je ziet hoeveel mensen ons willen helpen om dat geloof hier in Veghel gestalte te geven. Ja, wij maken hier de exclusieve hapjes, hè, voor de Lambertskerk vanuit de kookclub Les Amis Culinaires. Bestaat over 2 jaar 25 jaar hier in Veghel. Ook een jubileum dan? Ja, dus dan verwachten we jullie ook op jubileum. En wat bent u nu aan het maken eigenlijk? Ik maak nu ik zal het even voordoen, dus ham. Lekkere gerookte ham met een gemarineerd oliebolletje. Dat rollen we netjes in. Leggen we op het toosje. En op de plaat. En dat verzamelt zich daar natuurlijk bij de rest allemaal. En hoeveel hebt u er al gemaakt vandaag? Nou, totaal maken wij 1100 hapjes. Ja, dat is niet niks, hè? En die mag zelf ook proeven, of niet? Uiteraard moeten wij zelf ook van de keuringsdienst verwaren zijn. Nou, het wordt nog netjes gekoeld ook nog, dus Rob kan langskomen, ja, van de smaakpolitie. Ja. Hi. Je kunt het niet afmeten aan wat er zondag in de kerk zit. Want mensen tegenwoordig, die maken hun eigen keuzes. Maar je voelt de betrokkenheid en je ziet het vandaag. Hoeveel mensen alleen voor dit feest, hoeveel groepen dat hier zijn.
die zich tentoonstellen, die willen laten zien wat zij doen. En hoe is uw ervaring hier met de kerk? Ja, u bent heel enthousiast, want dat staat op uw gezicht te lezen. Maar hoe is uw ervaring zelf hier? Nou, prima. Ik ben 35 jaar hier. Al mijn kinderen zijn hier gedoopt, communie gedaan. Ik kom uit Maastricht. Maar ik vind het gewoon heel fijn om hier te mogen werken. En allerlei soorten werk. Je krijgt ook de ruimte om nieuwe dingen te mogen doen. Om nieuwe groepen te mogen opzetten. Om mensen actief te mogen maken. Het is gewoon leuk werk. Als je maar vertrouwen krijgt, dan kan je een heleboel doen. Dus je moet ook dat vertrouwen weer doorgeven aan de andere vrijwilligers. En dan zie je wat er komt. Dan zie je wat ze allemaal per groep klaargemaakt hebben, alleen al voor vandaag. Ja. Wat vindt u er nou van, hè, dat de kerk, want u zei het al, het is zondags niet terug te zien qua publiek in de kerk. Hoe vindt u dat nou? Moet dat eigenlijk weer terugkomen? Kunnen we dat nog überhaupt terugkrijgen? Voor mij hoeft dat niet terug te komen. Ik weet nog wel dat ik vroeger in de kerk zat en dan weet ik niet waar ik allemaal aan dacht. Maar niet aan dat waar het daarover moest gaan. Die keren dat je er nou zit, ga je bewuster heen en je weet waarvoor je gaat. En het is belangrijk dat je er als kerk bent voor de mensen die in rouw zijn. Voor de mensen op de moeilijke momenten en de mooie momenten in het leven. En als je er dan kunt zijn voor elkaar, dan is het mooi. Dat is ook kerk zijn, hè? Dat hoeft niet aan een kerkbezoek te liggen. Kerk zijn is gewoon, dan kun je wel zeggen, daar hoef je niet katholiek voor te zijn. Dat kan een andersdenkende ook heel goed werk doen. En dat gebeurt ook. Maar ja, ik heb daar vanuit mijn geloof, je voelt ook een stukje verantwoordelijkheid om dat te moeten doen. Ja, want zoals u enthousiast bent, nodigt het gewoon uit. Dan moet die kerk gewoon helemaal overvol zitten eigenlijk. Maar daarom is het ook zo vreemd. Ja. Dat onze oude pastoor, pastoor Hendricks, die zei, als je bij een voetbalclub bent, maar nooit gaat voetballen, zul je nooit een goede voetballer worden. Dus ik vind het wel een beetje jammer dat met kerstmis zit de kerk goed vol en zoals vandaag. Maar andere zondagen is daar echt veel minder. Nou, nu is de kerk 150 jaar bestaat de kerk. Gaat er nog iets gebeuren? Want vandaag is al een hele leuke dag. Want wat is er vandaag eigenlijk te doen vandaag hier? Ja, het zijn dus iets van 35 groepen die zich tentoonstellen. Er zijn wat koren uit Veghel die het feestelijk aankleden. Er is een kookgroep uit Veghel, Les Amis, die duizenden hapjes maken voor iedereen een hapje. We vieren feest, dat is wat we vandaag doen. En gisteren was de officiële dag. Toen hebben we een heel mooi feest gehad met kinderen, met ballonnen die opgelaten werden, wafels die ze kregen. Ook een mooi volle kerk, veel kinderen, leuk gewoon. Ja. Echt fijn. Maar er zijn meer activiteiten geweest. We zijn naar het Kuipersmuseum in Roermond. Zijn we geweest met een hele bus vol. We hebben een inloopconcert gehad vorige week zondag. 6 oktober. 6 oktober. Orgel, dwarsfluit, groepjes. En als iemand zeg maar op een bes eindigde, dan begon de volgende, begon met die noot aan één stuk. Was ook heel erg mooi. Ja. 700 kinderen zijn de afgelopen maand rondgeleid in deze kerk en hebben iets beleefd, iets gevoeld. Een ervaring opgedaan en werkstukken gemaakt die ook te zien zijn. De jeugd moet je natuurlijk, die komen niet meer elke zondag in de kerk. Maar het is fijn als ze hun momenten hebben waarin ze dit gebouw en wat daarin gebeurt leren waarderen en weten waar het voor staat. Voor je hele toekomst is het toch belangrijk dat je van het geloof iets weet.